Café Ome Co zit in het centrum van Harderwijk en is onder Harderwijkers enorm bekend als het gaat om een avondje uit. Maar hoe wil eigenaar Marij van der Beek mensen trekken naar zijn kroeg? Steeds meer jongeren ontmoeten elkaar namelijk niet meer in de kroeg, maar via de online wereld. Café Ome Co wil ervoor zorgen dat jongeren niet meer achter een beeldscherm zitten, maar elkaar weer ontmoeten tijdens een avondje uit. Die gevolgen ondervinden we al jaren inmiddels. Voorheen, toen ik jong was, toen had je echte stamcafés. En dan ging ik 3-4 keer in de week naartoe en dat was mijn vaste plek. En zo had je hier in de stad ook een aantal stamcafés, maar dat verdwijnt gewoon. Dus het is een andere manier van horeca. Het is meer op de avonden, meer in de weekenden. En het echte stamcafégevoel, dat je met z'n allen bij elkaar komt in de kroeg, dat heb je nog wel in het weekend, maar dat is niet meer zoals het voorheen was. Dus dan moet je gebruik maken van wanneer ze wel komen. En hoe zal het in de toekomst gaan, denk je? Dat zal voorlopig nog wel even blijven. Cafés en kroegen die gaan niet verdwijnen. Alleen als je het risico loopt dat er wat minder kroegen komen, dan moet je wel zorgen dat je een leuke kroeg hebt. Café Stoppels is gelegen net buiten het centrum. In tegenstelling tot Ome Co zitten zij verder van de drukte af. Hier moeten zij het voornamelijk hebben van de stamgasten en groepen scholieren die op een vrijdagmiddag nog een borreltje komen doen. Maar hoe willen zij de jongeren blijven trekken in de toekomst? Ik denk dat de mensen tegenwoordig zeggen, ik mag tot mijn 18 toch niet meer drinken. Ja, die zijn toch geneigd om dat of thuis te drinken en dan misschien wel gewoon thuis te blijven. En misschien, juist als ze 18 zijn, misschien dan nog wel de stad ingaan, maar Stoppels eigenlijk vergeten. Want ja, dit was natuurlijk vroeger voor heel veel leerlingen, was dit waar je heen ging. En tegenwoordig is dat misschien anders, omdat ze nu misschien geen verbinding meer hebben daarmee. Afgelopen zaterdag, twee weken geleden zaterdag, had CCV een reunie. En dan zie je dat heel veel mensen van onze leeftijd eigenlijk terug hierheen komen, omdat ze hier jaren geleden altijd hebben gedronken. En dan toch eerst hierheen komen, want ja, hier hadden ze mooie herinneringen op. Dus dat willen we wel zo houden. En je ziet dat de jeugd van tegenwoordig dat eigenlijk niet meer doet? Nee, ja, de meeste mensen die eigenlijk tegenwoordig bij Stoppels komen zijn of hier vroeger heel vaak geweest. Of zitten hier bijvoorbeeld in de buurt of school en die komen dan hier nog af en toe wel eens een keertje. Of we hebben wat dartteams die hier komen. Maar het is niet meer dat mensen van 18 jaar zeggen, hey, kom, ga misschien even snel naar Stoppels, want dat is wat. Nee. Ik denk dat heel veel jongeren misschien in Harderwijk denken, oh, Stoppels, nog nooit eigenlijk van gehoord. Dat die echt meteen naar de binnenstad gaan. Ja. En hoe komt dat, denk je? Ja, toch wat ik zeg, wat minder verbinding met het café zelf. We hebben misschien wat meer met cafetaria. Maar ja, dus dat ze die verbinding niet leggen van, oh, we kunnen hier ook misschien wel gaan drinken. Zo.